Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim Dremes. Ik ben er wat met de settings aan het prullen van mijn GoPro. Ik moet die zelfs eens even terug op de goede zetten bij bedrijfsinstellingen. Ik ga nu richting mijn schatje met wel heel veel pijn. Ja. Oh ja, ik moet ook nog iets meenemen. Ligt dat hier weer al op of niet? Nee. Dat lukt. Ik doe het aan en dan voel ik het. Als ik het bij heb, ja of niet, dan heb ik het over mijn portefeuille. Ja, die heb ik bij. Voilà, op mijn begeerde rode kaart. Ja, check. Nog één ding checken. GSM heb ik ook mee. Die dan even op dingen zetten, mobiele gegevens. Dat was dus GTA 5. Je checken. Dan ga ik eens kijken als ik echt intuïtief kan vertrekken. Ja, ik kan intuïtief vertrekken. Ja. Allee. Ik heb hier toch alles mee? Ja. Voilà. Dus, maar ja, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ben nu onderweg naar mijn allerliefste schat. Ik zou zeggen, veel kijkplezier met een onderweg. Ik ga wat filmen. Goed, jullie. I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. Ik hoop dat jullie van de timeslap hebben genoten. Ik had even wat paar probleempjes aan het tankstation. Daarom dat dat twee verschillende timeslapjes zijn. Die ik aan elkaar heb geplakt dan. Maar ik ga sowieso hoogstwaarschijnlijk vandaag richting de dashcam beelden opgaan. Ik ga dat nog even op onderzoek gaan. Welke dat ik dan allemaal kan gaan gebruiken. Noem maar op. Ik heb een methode ook gevonden om leuke dashcam beelden vast te krijgen en ook op mijn YouTube dan voor de eerste keer ook te kunnen uitzenden. Het gaan ook dashcam beelden zijn ook van België. Voilà. Dan weten jullie dat. Ik zie jullie allemaal straks terug.
Hey, I love you Allah. I love you Allah. I love you Allah. Dat jullie allemaal zo deftig blijven kijken. Dankjewel. Dat is al een likeske. Dat jullie al zo ver zijn gekomen in mijn vlog. Allee, trek eens op die duim. Trek eens op die duim van onder. Op mijn video. Van onder, hè. Op mijn video. Niet op deze duim, hè. Niet op deze duim. Maar van onder op de video. Allee, come on. Trek er eens op. Trek eens. Hoogstwaarschijnlijk. Dus ik zit aan het pak aan de 100 views gemiddeld. Dan wil ik toch wel 15 likes op deze video eens kunnen krijgen. 15 likes. Come on, hè. Dat moet toch eens lukken. Like. Heb ik nog altijd niet geliked? Come on. Oké. Nu stop ik met zeveren. Tot straks allemaal. Yo. Hey, kijk eens. Zo. Ik heb alle beelden heel mooi opgezocht. Dus op Facebook. En dan heb ik daar één en een grote clip van gemaakt. Die zijn nu allemaal in elkaar en dan zie ik al die fragmentjes. En dan kan ik daar straks hele leuke commentaar op geven. Dus ik zal zeggen, geniet maar van hele leuke dashcam beelden. Ook met mijn commentaar daarop. Ik zal zeggen, geniet ervan. Kijkers en welkom weer op dashcam beelden bij Psycho TV. Hier ga ik eens even weer al leuk reageren op leuke beelden die ik heb kunnen vastkrijgen via de groep Dashcam Belgium op Facebook. Dankjewel daarvoor. Er waren ook heel veel leuke inzendingen. We gaan naar het eerste beeld eens kijken. Wat gaat hier gebeuren? Ik wil mijn stoel kraken. Ah ja, hier, juist. Hier heb je nu dus twee auto's. Hier deze. Hier staat een kabinetje, klein beetje. Mag ik een klein beetje moeten. Dat moet doen. Met deze auto, die ziet niet dat er een andere auto aankomt. Waardoor dat de dashcam bestuurder dus klein beetje moet. Moet doen. Uitwijken. En dit wil ik hier even op aanmelden. Wel, dit is echt een stuk waar ik 6 keer per week toch gemiddeld, hè. Toch wel passeert, want dat is een rustige stuk van 50 km per uur en al. Het is gelegen aan de Leize in Saint-Lambert-Saint-Rick, want hier heb je dan de Leize. En het is ook nog maar recent het beeld. Waarom? Die plakkaat die staat er nog maar recent. Want die huisje staat nog maar recent te koop. Hier bij de rode lichten heb je dan op die hoek een frituur. En daarlangs ook een cremeriezaak. En daarlangs ook een doktorzaak. En daar tegenover de doktorzaak en de frituurzaak heb je een pizzeriazaak. En een ex-fietswinkel. Maar genoeg reclame gemaakt en dit, dat ik daar herken, vond ik gewoon leuk. Ik ben niet de filmer. Dat ga ik ook wel eerlijk toegeven, omdat ik daar wel regelmatig passeer. Maar ja, ik zie het wel heel vaak daar gebeuren en ik ben wel dus blij dat het dus op beeld staat. Wat doe je nou? Je schiet er eentje, je schiet voor mij in. Waardoor dat de dashcam bestuurder dus echt op de rem moet gaan staan. Wacht alsjeblieft af. Wacht alsjeblieft af op je beurt. Dat er bijvoorbeeld een veilige doorgang is. Waardoor dat je geen andere bestuurders in gevaar moet brengen. Wacht er je beurt af, jeep. Oh mijn god, dat was bijna een aanrijding met de McDonald's. En dat is een. Een hechte stad. Is dat een hechte stad? Ik wil dat eens. Wacht hè. Nu ben ik het even aan het opzoeken. Dat is hete stad. Hete stad. Hier. En dan heel dicht bij de autostrade.
bij de op- en afrit bij de autostrade. Is dat hier bij die rotondes? Wacht, hè. Ik kan hier toch mijn manneke oppakken? Ja. Ben ik geocaching bezig nu? Nee, dat is hier dus niet. Terug, terug. Oh, fuck. Hete stad, hier. Dan, wacht, hè. Auto's na mij. Joink, joink, joink. En dan geef je toch ergens die afrit van. Hete stad. En dan ook wel zo'n drukke baan. Maar die gaat dan door naar. Wacht. Ja, ik zie het al. Keuringen. Ik zat al de verkeerde autosnelweg te kijken. Hier. Hier is dan een afrit van Hechte Stad. Ja. En dan Hechte hier. Kijk maar. Oh my god. Echt waar. Ik heb het gevonden. Hier staat nu een McDonald's. Juist. En dat zijn beelden van 2024. Dat kan. Ah nee. Van 2018. Hier staat nu een McDonald's. Lol. Ziet hè, kijk. Tankstation. Pak je de verkeerde. Tankstation. De brug. En de brug. Voilà, zij. Geocaching. Woehoe. Hier nog eens even live of... terwijl dat ik dashcam beelden aan het doen ben. Wauw. Oké, we gaan er even mee terugzetten. Ja, dus mensen met die jeep even geduld hebben met uitrijden. Dus wacht tot de baan dan vrij is om dan de rijvak op te rijden. What the fuck, jongen? Heb je gezien? What the fuck, jongen? Heb je dat gezien? Oh yeah, come on! The dance, leave me alone. What? De bestuurder gaat toch groen? Van waar komt die fietser? Bij het rode licht? Toch? Of die? Ja, zie je, ik kwam van de rode lichtkant. Wat gaat hier gebeuren? We zien hier een overweg en een auto. Oké, okay, ja. Die manoeuvreert zich daar nog even voor die een auto bestuurt. Dat vind ik wel eigenlijk asociaal gedrag. En die wordt er ook nog eens voor kruipen, zag je het? Hier hebben we dan nog een witte auto. Ah ja, fietser, jij moet wachten. Want ik heb haaientanden. Wat? Het is rood. Het is rood. Meneer, het is rood. En hoeveel seconden gaat het duren? Het duurt echt niet veel seconden hoor, dat het groen licht is. Wacht hè. Oei, dat is het vorige beeld. Hier. Hier vertrekt hem op 59 seconden. 1, 2, 3. Ja! Negen seconden winst. Goed door het rotlicht te rijden. 9 seconden winst. Mooi, 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 mooi. Wat gaat hier gebeuren? Oeh! Ja, bijna een aanrijding hier. Ja, oké, ik snap het wel. Ik snap het wel. Maar omdat die vrachtwagen eigenlijk zo'n uitwijking maakt. Kijk, klein beetje doorspoelen. Die auto hier, die zit ook niet op zijn rijstrook. Die zat ook op deze middenste rijstrook. Waardoor dat die camionchauffeur klein beetje moet gaan ontwijken. Waardoor dat die camionchauffeur bijna tegen die... Ja...
Hoe noem je zo'n wagentje? Een kabinetje? Een, ja... ja, een wagen, voilà. Een voertuig, tegen deze voertuig dan, voilà. Ik zal het zo zeggen. Ouch. Binnen een aanrijding. Jammer dat er zo, soms zo weinig geluiden erbij komen te staan, hè. Vrijdag. Oh, vrijdag. Juist. Hier moet ik even... Het ging iets over vrijdag. Maar ik ga daar niet over uiten. Ik ga hier gewoon deze beeld even laten afspelen. Oh. Ja, vrijdag. Wat gebeurt hier? Eens even kijken. Die kabinetje gaat naar hier toe. Deze auto komt ook naar deze reisrook toe. Waarom? Ik zie daar wel flikkerlichten. Dat ik die twee keer precies zelf opgenomen. Oké. Okay. Ja, maar. Ga dan. Houd toch die mensen toch niet op die door willen blijven rijden. Ja, ik snap het waarom dat je niet wilt achter die tractoren wilt blijven zitten. Ja hoor. Oké. Okay. En hier gaan we terug gewoon het geluid terug wat aanzetten. Terug op 100. En voilà. Oké dan. Gaat hij nu echt over de pechstrook? Gast. Heb je haast of zo? Hier was toch ook ruimte genoeg om zoals uw roekeloos gedrag daar ook nog eens ertussen te vlammen? Waarom moet je over de pijstrook gaan? What the fuck? Ja. Joink, 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 joink. What the hell? Dus voor deze voertuig hier inschieten, dan nog eens over de pijstrook en dan uiteindelijk toch nog terug naar de uiterste linkse strook gaan. Not good. You fucked. De dashcam beeld. Ik zie hier, want ja, ik was even ook zo aan het denken van waar komt die rode auto, die grijze auto. Die maakt geen manoeuvre, die meneer moet die inslaan. Ook rechtdoor. Maar, als die auto... Dus van die kant dus komt, ja, zo joink gaat, dan hebben die toch groen. En die zo hebben dan toch rood. Dus de dash, volgens mij is de dashcam bestuurder wel eigenlijk dan volgens mij door het rood gereden. Dus die mag niet klaksoneren, want hij is een fout. En ik hoop dat u flessig dus. Wat gaan we hier meemaken? Op een regenachtige dag. Hola, hola, camionchauffeur. Ik zie hier een auto. De camionchauffeur wil een obstakel voorbij steken, maar die ziet dus niet dat hier een auto op komst is. En dan ook nog eens bij een voetpad. Goed bezig. Goed bezig. En daar wordt zelfs nog eens iemand oversteken, dus... Oh my god. Het zal wel een vluchtstrook zijn, want ik zie hier meerdere auto's rijden. Dus het zal wel een vluchtstrook zijn.
what the hell? Dus die kabinet komt van hier en die gaat in één keer naar de autosnelweg toe. Goed bezig. Pak dan ergens de volgende oprit. Keer u ergens in een straat waar het veilig is. Maar ga niet over, oeink, over de volle lijnen rijden. Come on, man. You are serious? Oh, die bergpske, daar was hem toch wel heel dichtbij. Daar was hem toch wel echt heel dichtbij. Ja, oom. Holy shit, man. Wow. Oké dan. En dat was blijkbaar op de N177 bij Antwerpen-Zuid, Hoboken en Wilrijk. Voilà, dat weten we nu ook al. Wat gaan we hier mee maken? We zitten in Zeldade. Wow, rode notteke. Heeft u gehad? Rode notteke, je kon daar gewoon blijven rijden. Waarom gaat je terug naar de linker rijstrook? Om snel te blijven door kunnen blijven rijden? Wanneer dat er niemand voor u is? Dit is wat een lange rijstrook die vrij was. Echt waar. Sommige mensen denken van, allee man, waar zijn jullie toch mee bezig? Je wilt maar een paar seconden. Zijn die paar seconden het waard voor je eigen leven op spel te zetten? Ik denk het niet. En nog voor andere mensen. Die 1YSQ636 die ging even in de fout, want die maakt een manoeuvre, want die gaat over een rijstrook. De dashcam is goed op te reageren, want dit is een grote fout. Die auto die moest dan nog eens een keer rondgereden zijn. Het is regenachtig. Jawel, dames en heren, welkom in de pauze weer. We zitten bij Randst. Wow. Die een witte auto, ik weet niet welk merk dat is, ik denk in een Volvo, vol over de volle streep. Deze auto. Wou eigenlijk voor deze dashcam bestuurder invoegen. Ja, de bijna een aanrijding. En dan doet hij nog eens zo'n manoeuvre om dan naar de uiterste linkse rijstrook te gaan. Kijk eens even ook in die rode hoek. Als er ook verkeer komt, dank u. Echt waar, dat was... daar verschrok ik wel van. Hier zitten we in Genk. Waarom weet ik dat we hier in Genk zitten? Hier is het SS logo. Even wat stiller zetten. Oh ja. Voorbij is zeker wanneer dat er tegenliggers komen. Goed bezig. Echt waar, goed bezig. Wat? ik zat echt gewoon naar van boven te kijken. Ik zat niet die witte kabinet op te letten. Dus even kijken wat daar gebeurt. Dus op de witte kabinet moet ik letten hier. Wow! Godverdomme. Dat wordt goed gevloekt. Hola, witte grijze autoke. Geduld hebben om op te rijden. Hallo. En ook kijken, want daar horen voetganger. Daar hoort echt ook nog een voetganger oversteken, hè. Oei. Wacht, hè.
Hier, 1. Voor deze dashcam bestuurder inschieten. Dat is al eerste fout. En tweede fout is... Hier staat die voetganger maar oversteken, want die stak zijn hand omhoog. En die begon in één keer hier zo een stukje nog over te steken. Blijf eens op uw rijstrook of wacht tot die is ingeslagen. Eens even kijken. Ja. Wat kan ik hier of fout op doen? Rechts afslaan. Allee, vent, kun je nu rijden of niet? Shit, man. Dat accentje. Is dat best Vlaams? Is dat best Vlaams? Ik weet het niet. Oh nee, we komen weer al op een rotonde tegen. Ja, die daar. Oeh, een dubbele racefax rotonde. I love it. I love it. Hela, Tesla, denk je dat je alles mocht? Of een volle lijn invoegen? Moet kunnen? Moet kunnen. Allee, wacht toch gewoon uw beurt toch af. Wat? Ja. Patat. Ja, patat. Ik zit er. Ja, de dashcam-bestuurder zit er tegen. Allee. En aanrijden. Wat doet je nu toch? Sluit gewoon vervolgens achteraan en wacht op uw beurt voor op die rotonde te rijden. Te zeggen ze in Antwerpen. Of richting Antwerpen. Ik weet niet waar het is. Ik kan het niet uitmaken. Allee. En dan nog niet eens gaan wachten. Kom. Oké, ja. Gaat hier gebeuren. Wacht rustig af. Oké. Ja. En dan ritsen. Ja. Oh, hola. Hey, kom aan. Wat doet je nu? Die gaat gewoon op zijn break staan. Oh my fucking god. Ook agressie uitvoeren in het verkeer. Meneer blijft. Dames en heren, de grootste van aller tijden. Ik ga niet het woordje erbij halen. Wat doet gij, meneer? Je staat uit in het verkeer. Je houdt verkeer op. Ga achter uw stuur terug zitten. Sluit gewoon aan en that's it. Hou het verkeer niet op. Ik ga niet de confrontatie aan. Nee. Oh, echt niet. Die dak gaat open. Wat, meneerke? Moet je zo kijken of wat naar ons toe of wat? Jullie zijn een fout gegaan, hoor. Jullie, niet de dashcam bestuurder. Nou, trek maar met uw dingen op. Op de rijstrook om rechts aan te houden naar ring 2 richting Breda. Oké. Hola, ziet die vrachtwagen doen? What the hell? Vrachtwagenchauffeur, echt waar. Er zijn alle wegen leiden naar Rome. Alle wegen leiden naar Rome. Pak dan de volgende afslag, keer u daar en rijd dan de juiste richting uit. En ga alsjeblieft niet andere verkeer in gevaar brengen, want ge overstrijdt 2 doorlopende lijnen. En dan nog eens gemarkeerd, ook nog eens voor het oppassen, want je gaat een berm tegenkomen. Oké, wat gaat hier gebeuren? Naar welke dingen? Even kijken.
Oh, ik zie iets daar met die witte auto gebeuren. Wat de hel is die witte auto van plan? Holy shit, man. Die kan goed rijden. Wionk, joink, oho. Holy shit. Ging die echt over de pijstrook? Hey, was op hoge reden, maar doe het alsjeblieft niet. Gewoon. Je brengt andere verkeer in gevaar. De kleine ring van Hasselt. Hoe herken ik het? Door dit hier. Door dat gebouwke. Oké, wat gaat hier gebeuren op de kleine ring van Hasselt? En dan zijn we er bijna, zie ik. Oké, is gewoon mooi opgereden. Ja. Wat? Wat doet die? Dat is een aanrijding. Had hij ook zijn pinker aan? Nee, die had ook niet zijn pinker aan, want ik zie nergens geen geflikker. En dan... wam! Ervoor in schieten. Ja. En dan nog niet eens in die straat in moeten. Oh my fucking god, van het Frieste ziekenhuis te gaan. Oh, daar kan ik de scheet van krijgen. Ja, dat is een aanrijding. Ja, en het staat op beeld. Wel, mensen, ik hoop echt van harte dat jullie hebben genoten van de dashcambeelden. Oei. Dat was mijn video editingsprogramma wat jullie juist even zagen. Dus ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Ik ga nu stukjes van mij klaar beginnen te maken. Ook om naar de OCB te gaan. Want daar heb ik een gesprek tussen 5 uur en 6 uur. En het is nu 6 voor 4. Tot straks allemaal terug op mijn gewone vertrouwelijke van mijn GoPro. Tot later allemaal. Yo. Zo mensen. Ik hoop dat jullie van die dashcam beelden hebben genoten. Ik heb er echt redelijk veel tijd in gestoken. Dan de vorige dashcam beelden. Waarom? Ik heb hem ook eerst... allemaal achter elkaar ingestoken dat het niet via YouTube dan moet afgespeeld worden. Dan serviet ga ik die dan ook nog allemaal hier al in elkaar steken. Noem maar op, ik wil gewoon de studiolamp uitzetten. Voilà. Dan ga ik hier ook nog de verwarming even uitzetten. Ja, ik had het er wat frisjes. Die zet ik op 20 graden. Tot ziens. Voilà. Nu ben ik richting mijn ouders aan het gaan. Ik ga gewoon even zo laten, want ik ben toch direct terug. Maar de trap lukt me nog niet te goed. Jee. Ah ja, ik heb dan ook nog beelden op mijn gsm. Mijn gsm staan. Die moet ik ook nog op mijn computer gooien. Dus dat moet ik allemaal niet vergeten. Dus zeg niet, want ik heb nu beelden gemaakt via mijn computer. Ik heb beelden gemaakt via mijn gsm. Ben beelden aan het maken via mijn GoPro. Ja, en dat moet allemaal bij elkaar geplakt worden. Hè. En dan nog op de juiste tijd spannen in mijn vlogs. Dat komt soms wel veel bekeken door mensen. Ik had echt veel bekeken hoor. Oh mannetjes. Dat is wel frisjes aan het worden hoor. Dus ik ga nu vertrekken naar mijn ouders. Tot straks allemaal. Yo. Zo, ik heb snel nog een paar tickets wat beantwoord. Schat, ja. Ik heb een fout gemaakt. Oei, ik heb een foutje gemaakt. Oeh. Wacht, hè.
ook geen... Iedereen snapt geen moeilijke woorden. Maar het moet twee O's zijn. Ja, oké. Je wou woorden zeggen, maar je had woorden gezegd. Dan gaan we dat heel snel nog aanpassen. Want ik moet normaal gezien richting mijn... zeg het, als je weer alle aan het gaan zijn. Voilà, go nu. Even naar mijn beeldscherm nog gewoon uitschakelen. Voilà, en voilà. Mijn telefoon heb ik hier. Oké. Je mag die ook gebruiken als je wilt. Ik heb mijn eigen, hè. Ja, maar... Als je een zoon nodig hebt, dan weet je of die goed is of niet. Dat is wel waar. En daar ging de lucht weer al uit. Licht weer al uit. Ik vind altijd mijn plekjes om te kunnen blijven filmen hoor. Nu staan jullie in een hele drukke brandkast. Ik heb hier nog een koud. Oei, ja, dan kom ik maar binnen mee met Glenn. Daar is het lekker warm. Nu nog even. Ja. Ja, zo'n camera. Hier zo. In deze boekje zetten. Jawel, dames en heren. Dat dan. Kom maar, hier komt er niet in. Ja, die da. Warm. Ja, iedere persoon voelt het altijd anders aan, dat klopt. Nu nog snel gauw plaatsmaken. Vraag. Ja, ik moest er ook plaats maken. Doe dan toch eerst die deur open. Oké. Stompen. Stop zelf. Stompen. Dat kun je niet. Nee, ik kan die ene gast niet nadoen. Van stoppen. Maar alleen. Nee, ik kan het niet. Dat is die gast met zijn rode vrakske. Allee. En ze hebben mij vandaag opnieuw weer in die oog gebeld. Voor... Ah ja, heb ik mijn gsm bij. En je papieren. Oh, gsm heb ik niet bij. Fuck. Even heel snel gaan. Tot straks allemaal. Jojojo. Oh, ze maar geslaagd. Oh, echt, waar we lang kun je zijn, man? Voelt je broekzakken niet na? Broekzakken niet, het was in mijn blouse. Dan was het toch in de blouse? Ja. Dus ze hebben mij vandaag weer aan die opgebeld. Maar ik kan nog altijd kans maken op die begeerde grote bedrag van het geluid. Want ik ga u nog altijd zeggen: mijn woord is toch lekker ergens niet gezegd geweest wat kan zijn. En nu vragen jullie af: wat heb jij dan wel in uw gedachten? Dat kan ik pas alleen maar zeggen als het geluid geraden is. Ja. Of anders kan. Iemand anders uit mijn idee stelen en gaan lopen. Ja. En misschien ook weer al kans maken op die gigantische bedrag. En dat wil ik niet. Nee, dat wil ik lekker niet. Ja, zal ik het nog halen, dames en heren, op 7 minuten tijd met zone 30? Normaal gezien wel. Allee mensen, ik zie jullie straks nog terug. Want ik moet nog mijn vlog ook nog altijd monteren. Die staat al voor gedeeltelijke 15% al in elkaar. En ik heb ook de dashcam beeld er ook al in gezet. Dus ik heb al redelijk veel al gedaan. Ook weer al voor Cycle TV.
Eigenlijk moet ik ook wel redelijk ook veel rusten, hè, mensen. Want ik zit ook weer al te veel in mijn bureaustoel, hè. Ja. En dan wou ik ook nog misschien vandaag nog een livestreamje doen, maar dat ga ik niet doen. Dat gaat gewoon mij gewoon niet lukken. Want ik voel het nu ook al, dus het zit vandaag bij mij niet mee, ik zal het zo zeggen. Nee. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Want ik kom straks af aan bij de OCMW. Salut. We gaan dus met de letter E spelen, dus van Q Music. Ik ga eens proberen eens ook eens mee te doen. Dus ook eens kijken hoe ik met mijn gedachten bij ben. Hier gaan we. Ah, wel, ik ook. Ik wens u veel succes. Start. Top, dankjewel. De tijd. Een werkwoord. Eten. Een boomsoort. Een esdoorn. Een land. Israël. Een getal. Elf. Eén. Een beest. Ezel. Eland. Een Frans woord. Isolide. Ja. Een Belgische autosnelweg. De E313. Een meisjesnaam. Ellen. Een lichaamsdeel. Enkel. Een stad of gemeente. Eik. Eindhoven, ja, Eindhoven. Dat gaan we moeten herbeluisteren. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat het net buiten de tijd was. Nee, 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 dat is niet buiten de tijd geweest. Ja, maar nee, nu is het zeker buiten de tijd. Eindhoven. Ja, ik weet het, maar ik moet dat herbeluisteren. Want de wedstrijd wil net wel. Oh, ja. Nee, dat is niet top, dat is een celebratie. Nee, nee, ik bepaal de regels. Allee, kom, we spoelen door. Allee, we gaan even. We gaan er live terug in, hè? De tijd. Een werkwoord. Eten. Een boomsoort. Een esdoorn. Ja, kijk, dus doorspoelen, want als iemand in het begin van het spel is, dus door. Oké. Een lichaamsdeel. Enkel. Een stad of gemeente. Eindhoven. Die was toen op dat gaan we moeten herbeluisteren. Annick. Het was er buiten, je hebt het ook gehoord. Alle liefde, alle fussen, kom op! Om in slaap te gaan, ga je slapen om 6:10. Wacht. Dat is een deliberatie. Ah wel, nee, weet je wat we doen? We doen een herexamen. Je mag morgen nog eens. Een herexamen. Is dat goed? Morgen bellen we opnieuw op hetzelfde uur. En we doen een andere letter met ratten al en dan zien we. Is dat goed? Ah, wel, top, maar beloofde, Vincent. Ja, heel vreemd, luister. Nee, 1 op de 4 auto's in de file heeft dit gehoord. Ik ga je zeker terug bellen morgen. Ja, dat staat al lekker in de vlog, Vincent. Hey, en ik tot ziens, tot morgen, hè. Ja, super, dankjewel, Vincent. Dat doen ze niet vaak bij Q Music. Ja, ik vond mijn Coproni direct. Ja, die ligt nog binnen. Tjoe toch. Die ligt nog binnen. Amai man, het is hier druk in het straatje. Lekker druk. Deze. Hier. Voilà. En voilà. Ja, Vincent, het staat ook zelfs op mijn vlog. Ja, Q Music. En nu heb ik wel mijn camera gevonden. Toen toch. Dat maakt toch niet uit. Maakt niet uit, hè. Jullie zeggen soms, ja, de gsm-beelden zijn toch beter. Ja, dan ben ik soms zo aan het twijfelen. Moet ik nu verder blijven vloggen met mijn gsm? Moet ik verder blijven vloggen met mijn GoPro? Ik weet het dus niet. Voilà, ik heb de wagen toegedaan. Ik ga nu terug naar binnen toe. Oh, het is friskes. En mijn rug, hè. Die is kapot tot en met. Kapot. En dan moet ik dan nog zien nog mijn vlog nog in op kamer te steken. Gaat lukken. Dat gaat zeker lukken, mensen. Geen bang hebben.
geen lange. Allee mensen, ik zie jullie allemaal terug morgen in een gloednieuwe vlog. Mijn naam is nog altijd Tim de Remus. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Ding-a-ling-a-ling. Ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, op het belletje, drukken. En ik pak mijn sleutel niet. Allee mensen, tot morgen. Yo, yo, yo.